Antwerpen heeft nu ook zijn eigen Facebook-ambassadeur. Stadsgids Caroline Kreyne zal iedereen de komende 2 weken op de populaire sociale netwerksite warm maken voor wat er allemaal in de Scheldestad gebeurt. En ook u kan zich kandidaat stellen om de volgende Facebooker van stad te worden. Antwerpen is het stad en dat zal u voortaan ook op Facebook te weten komen. Want vanaf maandag gaat ATV-stadsgids Caroline Kreyne als eerste Antwerpse Facebook-ambassadeur aan de slag. Zij zal de Zot van A-pagina 2 weken lang mogen beheren. Wat ga ik ermee doen? Ik hou van Antwerpen. Ik ben fulltime professioneel stadsgids. Dus ik doe sowieso niet anders dan mijn liefde voor Antwerpen declareren aan iedereen die bij mij op stap gaat. En nu kan ik dat nog een stapje verder doen natuurlijk. Nu kan ik dat uitbreiden en nu kan dat gewoon zelfs virtueel het World Wide Web op. Dus ik ben benieuwd. Iedereen warm maken voor Antwerpen, mooie of onbekende plekjes laten zien. Caroline wil iedereen op de sociale netwerksite haar Antwerpen tonen. Ik denk dat Facebook daar een heel goed medium voor is, omdat je ook met beeldmateriaal kunt werken. Dus ik ben eigenlijk van plan om, als ik rondloop en iets zie, ik heb altijd een fototoestel bij om een fotootje te nemen, dat op Facebook te gooien met een of andere onderschrift. Hopen dat mensen daar dan op gaan reageren met eventueel daar fotootjes bij te posten. Dus gewoon de liefde voor Antwerpen uitdragen op een breder niveau. Ook u kan een van de volgende Facebook-ambassadeurs worden. Wie mee wil doen aan de selectie, mag zich inschrijven op dna.be. De enige voorwaarde, je moet een fiere Antwerpenaar zijn.